Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Professor Layton en de Erfenis van de Azran. In deze aflevering gaan we op zoek naar doorzichtige stenen, want Professor Layton heeft bedacht dat we iets gaan maken zodat we het opperhoofd kunnen gaan laten lachen. En ik denk dat ik al enig idee heb wat dat moet worden. Truffy, nee maar, je bent doorweekt. Oh ja, dat is niet erg, ik heb besloten dat ik deze keer niet verkouden ga worden. Ah, oké. Okay. Dat is een hele geruststelling. Maar vergeet toch maar niet om je goed af te drogen wanneer je thuis komt. Truffy, mag ik vragen wat je daar hebt? Oh, dit? Wauw, is dat een kristal? Wacht eens, is dat niet precies waar we naar zochten, professor? Ik geloof inderdaad dat het bijzonder geschikt is. Truffy, zouden we dat kristal mogen gebruiken? Nee, dit is mijn schat. Jullie mogen hem niet hebben. Haha, dat is begrijpelijk. Als er iemand je schat probeert te stelen, laat diegene dan een puzzel doen, zegt mijn mama altijd. Excuses voor het hoesten, ik ben nog steeds niet helemaal van de hoest af, zoals jullie horen. Veel eisende fruiteters. Oké, deze drie bazige kinderen willen dat je fruit voor ze plukt. A zegt, ik wil dat al mijn fruit dezelfde kleur is en ik wil er één meer dan C. Oké. B zegt, ik wil fruit van een boom die niet aan de rand staat en geen blauwe. En dan zegt C, ik wil fruit van een boom die naast de boom staat waar B haar fruit van krijgt. En ik wil er één meer dan zij. En al mijn fruit moet dezelfde kleur zijn. Misschien houden ze eindelijk op met zeuren als je doet wat ze vragen. Volgens mij is deze niet zo moeilijk. Het is, even kijken, rood, groen, blauw, geel. We moeten eerst bij B kijken. Ik wil fruit van een boom die niet aan de rand staat. En geen blauwe. Dus het groene moet al naar B. Oh, je moet ook de hoeveelheid bepalen. Oké. B zegt, ik wil fruit van een boom die naast die van boom B staat. En ik wil er één meer dan zij. En al mijn fruit moet dezelfde kleur zijn. Dus, die komt uit de groene. Dan, even kijken, moet er één meer zijn. Dus dan mag er maar één groene zijn en twee blauwe. Want dat kan niet anders. En dan moet A... moet allemaal gele krijgen. Ik denk dat dit hem dan is. Ik denk dat dit hem moet zijn. Dit zou het moeten zijn. Ja. Dit was helemaal niet zo'n moeilijke puzzel. Gelukkig. Mag ook een keer. Ik ga jullie nog steeds niet mijn schat geven. Maar ik zal jullie verraden waar ik hem heb gevonden. Ik moest er een heel eng en gevaarlijke wiebelbrug oversteken. Een brug? Zoals die boombrug daar? Nee, ik bedoel, ja, zoals die, maar niet precies die. En je gaat hem nooit vinden. Het is niet zo'n heel goede leugenaar. Oké, we moeten dus over de wiebelbrug. Were you? Poeh, we hebben de overkant gehaald. Dat was nog eng zo niet. Nog niet zo eng, zoiets zei hij. Zegt de jongen die weigerde de hand van de professor los te laten. Alleen maar omdat er iemand zo hard over die brug stampte dat hij nog steeds wiebelt. Fijn om te zien dat jullie nog altijd zo goed met elkaar overweg kunnen. Ik geloof dat we nu door die waterval zullen moeten stappen. Wat? Echt waar? Door de waterval? Ik geloof dat die koude douche liever niet neemt, professor. Ik ben zelf ook niet al te happig op een nat pak, maar ik geloof dat dit pad aan de andere kant van de waterval verder gaat. En gezien kletsnat de kleren van Truffy waren, vermoed ik dat we daar ook de kristallen zullen vinden. Voor zo'n bij de hand meisje gaf ze haar geheim wel erg op... Was het een meisje? Blijkbaar is Truffy een meisje. Volgens mij is mijn pet niet echt waterdicht, professor. Is er geen manier waarop we ons kunnen beschermen? Ik ben bang dat de elementen mijn hoed ook niet onberoerd zullen laten. We zullen ze achteraf goed moeten drogen. Dit bevalt me helemaal niks. Emmy, kun jij hier niets aan doen? Oh, kom op Luke, je bent toch niet van suiker? Maar goed dan, hoe kan ik nee zeggen tegen de puppyogen?
Even kijken hoor. Een hintmuntje. Een vogel. Een vliegende vogel. Wojo. Het is vogelmania hier. Pas op bij je loop, Luke. Het water stort zo hard naar beneden en de grond is zo glibberig hier. Om eerlijk te zijn zou ik er ook niet graag doorheen willen stappen zonder droge kleren bij me te hebben. Waar is de bron van deze waterval? Als we die kunnen vinden, kunnen we misschien ook een manier droog verder te komen. Ah, dat is een steen. Kijk eens, is dat daarboven een rotsblok? Het ziet er wat wankel uit. Daar kunnen we maar beter niet onderdoor lopen. Laat dat maar aan mij over, professor. Stapje terug doen allemaal. Ik heb het zo gefixt. Jeetje, ze klautert tegen die rotswand op. En met een verbijsterende snelheid. Ze neemt nauwelijks de tijd om een steunpunt te vinden. Ik kan helemaal niet zien waar ze zich aan vasthoudt. En ze is al boven, zonder een aarzeling. Erg indrukwekkend. Hé, hey, jullie kunnen beter nog een stap naar achter doen. Voor het geval het gaat spetteren. Zo, dat is gepiept. Wauw, je hebt de hele waterval gestopt. De grot die erachter verstopt zat, is vast de weg naar die we zochten. Dankjewel, Emmy. Graag gedaan, Luke. Waar is de professor Andersen? Heeft professor Andersen assistent voor? Laten we eens onderzoeken waar deze grot ons naartoe leidt. Hij is erg donker, dus let op waar je je voeten neerzet. Ik kan me dit helemaal niet herinneren. Wat is het lekker koel hier binnen? Die rotsformaties. Zo eigenaardig, maar zo mooi. De natuur kent vele wonderen. Een natuurlijke kalksteengrot. Laten we kijken of we de kristallen kunnen vinden. Zoals het kristal de truffy zo koestert. Ik zie hier wel allemaal mushrooms. En bats. Daar hebben we de kristallen. Volgens mij zie ik daarboven iets glinsteren. En ik ben vrij zeker dat dat geen stalactiet is. Zouden er daarboven van die kristallen zijn waar we naar op zoek zijn? Fascinerend. Ze worden enkel in dat deel van de grot gevormd. Maar hoe komen we helemaal daarboven? Met magische poeder, zeg ik altijd. Oh jee, is dit mijn schuld? Heeft het misschien te maken met dat rotsblok dat ik daarnet omver heb getrapt? De pilaar! Hij staat te wiebelen. Uit de weg iedereen, ik ga proberen de pilaar om te laten vallen. Wat? Wees voorzichtig professor. Als ik de pilaar zorgvuldig bestudeer, zou ik een manier moeten kunnen vinden om hem bijna moeiteloos te laten omvallen. Dat kleine keitje wegtrappen. Kijk, rotse vlotse. Nou, dat was opwindend. Iedereen in orde? Ja, maar wauw, dat was eng. Ik had niet verwacht dat de hele pilaar zo moeiteloos zou vallen. Ondanks zijn formaat werd hij slechts door een klein tegenwicht overeind gehouden. Zo, nu we een weg naar boven hebben gevormd, kunnen we een aantal kristallen uitkiezen om mee terug te nemen. Beautiful. Niet eens een puzzel met kristallen? Met deze kristallen hebben we sorry. Met deze kristallen hebben we alles wat we nodig hebben om een speciale object te maken. We hebben er hard voor gewerkt en ik ben ervan overtuigd dat onze inspanningen niet voor niks zullen zijn geweest. Zo zie je maar hoe vindingrijk mensen kunnen zijn wanneer ze echt willen. Dus, wilt u ons vertellen wat voor soort masker u van plan bent om te maken? Daar kom ik je snel genoeg achter, Emmy. Laten we terugkeren naar het dorp en zien of we het dorpshoofd kunnen opkikkeren.
Yo? Dat is Chalmy uit de... Hé, hey, met de puzzel. Die man, dat is Chalmy. Dat is de regisseur uit de eerste drie games. Amalie, u gaat me toch niet vertellen dat u dit een van de bestemmingen van uw huwelijksreis is? Nou ja, je weet hoe het is. Manlief is dol op dit soort exotische locaties. Hij waant zich een echte ontdekkingsreiziger. Over ontdekken gesproken, door deze puzzel is ons kompas nogal van slag. Hebben jullie misschien even tijd om er naar te kijken? Dat hebben wij wel. Het domino-effect. In dit gebied staat een serie legendarische eeuwenoude stenen. Een beroemde archeoloog denkt dat deze gebruikt werden om de toekomst te voorspellen. Als iemand alle stenen om kon gooien door slechts tegen één steen aan te duwen, zou dat een goede oogst betekenen. Een boer die van deze legende gehoord heeft, doet een poging hiertoe. De foto is genomen vlak voordat hij een steen koos. Omcirkel de steen die hij moet omduwen. Deze steen? Zien wat ik in huis heb. Kaboom, easy peasy. Oh, dit zijn van die... Als je niet goed oplet, dan heb je dat niet door. Maar het is gewoon die grote en dan is het easy. Ongelooflijk, zodra die puzzel is opgelost, werkt het kompas weer naar behoren. Nu zijn we in elk geval het noorden niet meer kwijt. Laten we naar die mafkees gaan. Dorpshoofd Moriel lijkt in ieder geval nog niet opgevrolijkt te zijn. Ben je er klaar voor, Luke? Volg mijn aanwijzingen. Oké, professor. Een filmpje misschien? En wie hebben we hier? Hallo, meneer Moriel. Herinnert u zich ons niet meer? We hebben u eerder al een keer bezocht. Geen flauw benul jullie zijn. Denkt u echt dat dit gaat werken, professor? Dat weet ik niet zeker tot we het geprobeerd hebben, maar ik heb er in ieder geval een goed gevoel bij. Het zijn die rare kwiebussen weer, hardnekkig als schimmel, want zijn ze nu weer aan het bekokstoven. Wat het ook is, het is allicht beter dan jouw laatste poging. Ik bedoel, daar zijn snorren toch niet echt voor bedoeld. Als ik een moment van de aandacht mag, er is iemand in het dorp bijzonder goed is in polijsten. Polijsten, zoek niet verder. Als ik een stuk tafelzilver niet meer aan het glanzen krijg, moet het ouder dan geschiedenis zijn. Zeer veelbelovend. En hebben we iemand in ons midden die bekwaam is in houthakken? Nou, houthakken kan ik niet, maar ik ben niet slecht in groenten snijden. Kunt u daar wat mee? Zeker wel. De precieze snijbeweging die je daarvoor in de vingers moet hebben, zijn precies wat we zoeken. En tenslotte zoek ik ook nog iemand die in staat is om deze lijm te werken. Ah, dat spul komt uit de Oost-Marobische plakslak. Dat klopt, ja. Geef dat maar snel aan mij voor iemand er al te gehecht aan is geraakt. Ik snap hem. Formidabel dat ik zo snel vrijwilligers heb gevonden. Dat zegt veel over hoeveel jullie om de dorpshoofd geven. Is er iets waar ik mee zou kunnen helpen? Professor, misschien kunt u de jongen verantwoordelijk maken voor het organiseren van de materialen. Oh, organiseren. Maar ik wilde helpen met het maken van het masker. Gezien de complexiteit van deze taak dacht ik dat wij die zouden doen, professor. Maar we kunnen hem het laten proberen. Wat? Is het echt zo'n lastig karwei? Zeker. Kijk zelf maar. Oeh, wauw, zoveel onderdelen. Sommige van de objecten die we hebben verzameld zijn helaas niet stevig genoeg om te gebruiken. Je ziet dat het nog niet zulk eenvoudig werk is. Goed dan, eens kijken. Wie weet... Ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. We hebben nog maar drie onderdelen nodig. Probeer de voorwerpen uit te kiezen waar de vrijwilligers goed mee uit de voeten zouden kunnen. Oké, is dit wat? Nee. Een interessante keus. Ben je er zelf tevreden mee? Ja, ik denk wel dat we hier iets van kunnen maken. En het ziet er behoorlijk lollig uit. Eens zien. Als ik het zo bekijk, is één van deze voorwerpen geschikt. Ja, en ik weet ook wel welke.
Ik denk het ook, maar ik vermoed dat onze vrijwilligers niet goed kunnen weten wat met deze andere voorwerpen aan moeten. Denk goed na over de twee voorwerpen die je moet vervangen. Goed dan, ik probeer het opnieuw. Dat is de juiste instelling. Blijf proberen totdat je oplossing gevonden hebt. Laat het maar aan mij over. Kijk, we moeten natuurlijk een bril maken. Alleen even kijken hoe we hem de bril moeten maken. Zo. Oh, nice. Mooi. Je hebt ieder voorwerp aan de juiste persoon toegewezen. Goed gedaan. Echt waar? Mooi. Kunnen we dan nu een masker gaan maken? Dat kunnen we inderdaad. Laat me snel even uitleggen hoe we dit masker in elkaar gaan zetten. Ik ben benieuwd hoe het eruit komt te zien. Ik heb het precies zo gesneden als u wilde. En wat nu? Alsjeblieft, zoals beloofd, perfect gepolijst. Op Portabella kunt u vertrouwen. Wacht eens even. Is dit wat ik denk dat het is? Ik geloof dat we klaar zijn. Dorset Moriel, zou zo vriendelijk willen zijn om dit op uw hoofd te plaatsen? Wat? Waar gaat dit allemaal over? Dorset Moriel, kunt u ons zien? Wat? Pot vol pap. Wat is er mis met jullie? Wat zijn jullie voor een komisch duo? Hij lacht. Het dorpshoofd lacht. Je loopt te dollen. Krijg nou het heen en weer. Wie had er verwacht dat die oude mopperpot alleen maar een bril nodig had? We moeten toch wel blind zijn geweest om dat niet te kunnen hebben gezien. Grappig, ik snap hem. Dus niemand van de dorpsbewoners heeft doorgehad dat het dorpshoofd niks zag. Wanneer kreeg u het in de gaten, professor? Herinner je nog hoe het dorpshoofd op professor Sycamore reageerde? Ah, wat er gebeurde ook weer? Hij was nogal verbaasd over iets, toch? Er was een belangrijk verschil tussen ons optreden en dat van professor Sycamore. Voor dat van jullie was het belangrijk om te kunnen zien. Voor mijn optreden moest je kunnen luisteren. Het dorpshoofd reageerde natuurlijk niet op jullie optreden omdat hij er niks van kon zien. Dus dat verklaart ook waarom hij die ene bloem niet had gezien. Precies. Oh ja, waar hij over gestruikeld was. Wat meteen ook de meest logische uitleg voor de glijpartij in de modder. Maar natuurlijk, een volkomen geurloze bloem. Die merk je alleen op als je daar naar de grond loopt te kijken. Oh ja. Maar als dat zo is, hoe kon hij de weg in het dorp nou vinden? Dorpshoofd Moriel heeft waarschijnlijk op zijn uitstekende reukvermogen vertrouwd. De prominente geuren van Amanita's bruisels en mevrouw Moriel's maaltijden moet hem de weg hebben gewezen. Oh, dus hij is gewoon altijd zijn neus achterna gelopen. Dat klopt, ja. Wat doen jullie hier allemaal? Zijn jullie naar buiten gekomen voor de regen of zo? Ik weet niet wat jullie vreemdelingen hebben gedaan, maar er zit wel heel veel gekheid op jullie stokjes. Ik ben blij dat we erin geslaagd zijn een lach op uw gezicht te toveren, dorpshoofd. Waa, uw gezicht is helemaal uitgerekt. En u dan, met uw enorme neus. Nou, het lijkt erop dat de glazen in onze geïmproviseerde bril het dorpshoofd wat verdekende blik op de werkelijkheid heeft gegeven. Ah ja, voor ik het vergeet, zijn jullie niet dat jullie de eierige ding willen hebben? Ja, dat wil ik wel, ja. Je hebt het Asseraanse ei. Ah, u bent werkelijk bereid om ons te schenken, meneer? Nou, normaal gesproken niet, nee. Ik verveel me altijd te pletten. Mijn rug doet zeer en mijn vrouw loopt altijd te mekkeren. Ik dacht dat dit festival de boel misschien een beetje op zou fleuren. Maar nee, ik heb geen spoor van talent gezien. Maar dankzij jullie is het allemaal anders nu. Ik kan mijn ei weer helemaal kwijt. Dus hier, deze steen heb ik niet meer nodig. U bent zeer vriendelijk, Dorset Moriel. We zullen uw vrijgevigheid niet vergeten. Van al dat gebabbel over eieren krijg ik honger. Ik ga maar eens op huis aan om een boerenomelet te bakken. Pardon, dorpshoofd. U kunt toch niet zomaar wegwandelen zonder een woord tegen ons te hebben gesproken? Hoezo niet? Het festival heeft dagenlang geduurd. U moet toch een keer voorbij zijn?
Dit kunt u toch geen festival noemen? We hebben ons 3 slagen in de ronde gewerkt om u een beetje op te beuren. U zou ons toch op zijn minst een pleziertje mogen gunnen. Ho, 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 zeg dat dan meteen, stelletje zotte zwammen. En ik maar denken dat we klaar waren. Nou goed dan. Je kunt Fungi niet schrijven zonder fun. Wauw. Wauw. Of toch? Misschien. Ik zou een leesbril ook geen gek idee zijn. Helaas hebben we geen tijd om die mee te feesten. Bedankt u alstublieft de dorpelingen namens ons voor al hun hulp. Ah, jullie vertrekken nu alweer. Nou, jullie zijn altijd welkom hoor. Nu ik weer kan zien, wil ik jullie niet uit het oog verliezen. Nice. We gaan weer terug naar de Bostoniërs. Welkom terug, dames en heren. Ik vertrouw erop dat uw missie een oogverblindend succes was. Dat was het inderdaad, dank u. Het dorpshoofd was zelfs zo gul dat hij ons zijn ei schonk. En we hebben Luke en de professor van een heel andere kant gezien. Echt, Raymond, het is jammer dat je het hebt gemist. Maak u zich om mij maar geen zorgen, meneer. U was minder ver uit het oog van dit oude hert dan u wellicht denkt. Uit het oog? Wat zei je daar? Ik ken geen groter genoegen dan getuige te zijn van de speelse kant van mijn baas. Raymond, hoe? Dames en heren, de voorbereidingen voor ons vertrek zijn getroffen. Wanneer u wilt vertrekken, hoeft u het maar te zeggen. Verdorie, als hij hem heeft gehoord, zal ik een nieuwe grap moeten bedenken. Professor Layton, professor Sycamore, ik denk dat mijn geheugen terugkomt. Ah, je kunt je iets herinneren? Ja, ik zie een dorre woestijn. Hier waar we nu zijn. Dit hele land was vroeger een onherbergzame leegte. De Asran hebben er levendige oasen van weten te maken. Dat is wat het ei me vertelt. Je wilt zeggen dat de Asran de hele jungle tot stand heeft doen komen? Daar lijkt het wel op, maar de rest van mijn geheugen is nog volkomen wazig. Het is een ongelofelijke ontdekking dat we de Asran zo'n impact hebben hadden op het leven. Zelfs vandaag de dag nog. Inderdaad. Goed dan, zullen we vertrekken? We vertrekken, kiboom. We willen het spel opslaan. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering om een nieuw Azeraans ei te zoeken. Adios, amigos.